Hallo kijkers van Shine Sprite, ook bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. Sorry dat de aflevering wat later is, maar ik had echt nog geen enkel eerder moment om dit op te nemen. Dus vandaar dat hij wat later is. We beginnen natuurlijk met de KNVB bekerwedstrijden. NEC PEC werd gelijk, alleen na verlenging won NEC dus met 4-3. ADO Den Haag Cambuur werd 1-4. Kolping Boys Groningen werd 1-5. Barendrecht tegen NAC werd maar liefst 2-1. Dat is wel echt een domper voor NAC. Genemuiden Willem 2 werd 2-3 na verlenging. RKC Vitesse werd 3-1. Hercules Sparta werd na verlenging 1-6. Telstar tegen Helmondsport werd 3-0 en Lisse tegen Utrecht werd 1-2. Dan hebben we hier de voorspellingen van, of de uitslagen van de Eredivisie speelronde. We hadden eerst nog een tussendoorwedstrijd, een inhaalwedstrijd, nou, en die werd 0-2 voor Ajax tegen Feyenoord. En voor de reguliere speelronde Willem II Twente werd 0-1, Ajax tegen PSV werd 3-2, Heracles tegen NAC werd 2-0, Feyenoord tegen AZ werd 3-2, Fortuna won met 3-0 van Heerenveen, Go Ahead Eagles speelde 2-2 gelijk in de IJsselderby tegen PEC, NEC Groningen werd 6-0. Sparta verloor met 1-4 van FC Utrecht en RKC Almere werd 2-0. Dan hebben we de ranglijst. PSV staat nog steeds bovenaan met 30 punten. Dan komt Ajax met 25 punten. Ook Utrecht heeft 25 punten. Feyenoord op de vierde plek met 22 punten. Dan komt Twente met 21 punten. AZ en Fortuna hebben 17 punten. Go Ahead Eagles en NAC hebben 15 punten. NEC op de tiende plaats met 13 punten. Willem II en Heracles hebben 12 punten. Sparta en Heerenveen hebben 11 punten. Groningen en PEC hebben 9 punten. Almere op de 17e plek met 6 punten. En RKC staat nog steeds onderaan. Ja, nu met 4 punten. Dan hebben we de voorspellers top 8. Luc staat bovenaan met 103 punten. Milan staat tweede met 97 punten. Die sterren die moeten eigenlijk naast Stan staan. Sorry voor dat foutje. Maar Peter staat derde met 96 punten. Stan op de vierde plek met 93 punten. Thomas staat vijfde met 90 punten. Dan komen Rins en Jarno met 86 punten. En Frederik en Sven met 85 punten. De volledige stand is weer te vinden in de beschrijving. En Peter is nogmaals weekwinnaar geworden. Gefeliciteerd. Dan hebben we hier de Europese wedstrijd die we gaan voorspellen. PSV Girona is al geweest, die is 4-0 geworden. En Feyenoord tegen Red Bull is op dit moment bezig en staat 0-2 voor Red Bull Salzburg. De drie wedstrijden die we wel gaan voorspellen, die morgen namelijk zijn Nice tegen Twente, Ajax tegen Maccabi Tel Aviv en AZ thuis tegen Fenerbahce. En dan hebben we natuurlijk de Eredivisie speelronde. FC Utrecht ontvangt Heracles, Groningen speelt thuis tegen Sparta. PEC neemt het op tegen Fortuna Sittard, NAC Breda in Breda tegen PSV, RKC ontvangt NEC, Almere City thuis in Almere tegen Feyenoord, FC Twente tegen Ajax, Heerenveen ontvangt Go Ahead Eagles en AZ thuis tegen Willem II. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik probeer hem voor de volgende speelronde weer op tijd neer te zetten. Over het algemeen lukt het, maar ik was echt een weekend weg. Dus ik kon het helaas niet eerder fixen. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.